Ja, dat is hier onze jaarlijkse motocrosswedstrijd. Zaterdags oldtimers, jeugd, Belgisch kampioenschap. Zondags VLM motocrosswedstrijd voor het Belgisch kampioenschap. Inmiddels zal Bruce Rondefer bij de dakken zijn. Ik denk dat deze ons 10e jaar is. En het ziet er al uit dat we echt een geslaagd weekend gaan hebben. Het is een wedstrijd. De eerste plaats stelt, hè. Maar het zijn liefhebbers. Hè. Dat kun je niet vergelijken op WK-niveau. Hè. Deze is een liefhebberswedstrijd. En wel met respect van het materiaal. Spannend, want de scène die kwam redelijk dicht en ik was wel aan het vrezen dat er maar over ging komen, maar het was nog geluk en daar ben ik wel blij voor. Wat heeft het verschil gemaakt? Dat weet ik eigenlijk niet, dus ja. Je had wel een heel goede start, hè? Ja, meestal ben ik wel heel goed weg en de start is, daar ligt het zeker niet aan. Hoe schud je zo iemand af, want dat kwam wel heel kort, hè? Ja, proberen andere lijnen te rijden, maar dat is ook wel heel moeilijk. Dus... Oh, het was een jongen gevallen, hè? Ja. Eigenlijk had ik dat mee mogen doen. Ik had mee naar buiten mogen rijden, want dat was wel gevaarlijk. Want... Ja, dus daar is het eigenlijk wel fout gegaan, even. Win je dikwijls? Toch wel. Nu om op te scheppen, maar ik heb de meeste crossen van het seizoen gewonnen, dus... En je rijdt onder andere tegen de zoon van ja, een groot wereldkampioen. Hè? Geeft dat iets speciaals voor jou? Ik ben ook iets ouder, denk ik. Hij kan heel goed worden, maar... Allee. Voorlopig ben jij nog de beste. Ja. Ik en Wannes en Senne zijn zo wat. Wij hangen altijd in de strijd. En soms wint Wannes, soms wint Senne en soms ik. Dus ja, wel moeilijk. Denk je proficiat? Ja, dank u. Tweede plaats is niet slecht, zou ik zeggen, maar je had liever gewonnen. Hè? Ja, alleen als er iemand beter is, het hangt af. Als hij als eerste een weg is, heeft hij veel meer voorsprong. Want voorbijsteken is moeilijker als iemand achter u houden. Het was wel close, hè, want je kwam zeer nip nog. Hè? Ja, maar. Hij is beter en in de tijdstraining was een enorm verschil, dus ik ben zeer tevreden. Hoe heb je de cross zelf beleefd? Allee, eerst was het in het begin
bois gewoon wat aanpikken en dan later aankom wat korter. Nu hopen dat ik het volhoud, want ik was totaal leeg. Fysiek een harde wedstrijd? Alsjeblieft. Fysiek een harde wedstrijd? Ja. De meeste mensen denken maar gas geven en een paar bochtjes pakken. Maar ze mogen er zelf gaan opzitten en het gaat niet helemaal anders worden. Wat moet je doen om een goede crosser te worden? Om een goede crosser te worden? Het eerste wat ik geleerd heb is mijn houding. Als je een goede houding hebt, kun je betere bochten pakken. En bochtensnelheid is belangrijker dan op een rechtstuk. Maar zoals je net al zei, fysiek, ja, de mensen denken een beetje gas geven en waar rondrijden, maar zo is het niet, hè? Nee. Want in die putten dat volhouden, ik ga zelf één keer per week naar de fitness om het vol te houden en ik heb het nu al heel moeilijk om het vol te houden. Als je vroeger altijd competitie gereden heeft, dan blijft erin zitten. Je gaat niet meer rijden om de tiende plaats, bij wijze van spreken. Je wilt altijd winnen, daarom kun je dat altijd niet. Maar dat is wel de bedoeling. Allee, ja. Ik hoop het. Wij hebben ons geamuseerd. Ik hoop de mensen die hier gekomen zijn, dat die hun ook geamuseerd hebben. En ja, daar draait het eigenlijk om. Het komt erop aan. Kijk, we hebben vroeger, de meeste van ons hebben vroeger een crosscarrière gehad. Sommigen niet. En nu is de bedoeling om gewoon ons te amuseren en s'avonds heel huis naar huis te rijden. En daar komen we eigenlijk op aan. Een dag kan amuseren met de motor rijden en dat is het. Dat is redelijk moeilijk. In ieder geval, dat is een oude rot in het vak en daar zit toch nog altijd een redelijk tempo in. En er kwam een beetje conditie tekort eigenlijk daarvoor. Hè.
wat mij opvalt is wel ja, dat jullie toch wel een vrij hechte vriendengroep zijn, hè? Ook na de aankomst en zo. Ja, ja ik heb eigenlijk heel mijn leven altijd gecrossed, maar als je eigenlijk ziet, met die oldtimers is dat nog beter. Gewoon, dat is eigenlijk echt allemaal in de reeks gegaan, dat soms misschien wel wat hevig aan toe, maar eigenlijk na de reeks wordt dat allemaal uitgesproken en ja, dat is heel plezant. Plezante groep eigenlijk, echt. Een jonge dame in een mannenwereld, of zeg ik het verkeerd? Nee, juist. Hoe pas je jou aan in, ja, bij deze stoere kerels? Hè? Want zo is het toch wel? Ja, gewoon mijn mannetjes staan zeker en niet opgeven. Wat beweegt een jonge dame zoals jij om aan motocross te gaan doen? Ik weet niet, mijn broer is dat gaan doen. En dan ben ik dat ook gaan doen, omdat ik me even verveelde eerst. En waar moet ik jou situeren in het deelnemersveld? Meer achteraan. Maar het moet toch een geweldige kick zijn om die gasten op een donder te geven? Ja, dat wel. Is dat een drijfveer elke week weer? Ja, en mijn doel is gewoon altijd niet laat zijn en zoveel mogelijk achter mij te halen. Waarom zou iemand moeten komen kijken naar een cross zoals deze, waar dat jeugd en jullie aanwezig zijn? Om de oude rotten van het vak nog eens een keer terug te zien en eigenlijk ook misschien crossers die een paar jaar geleden gestopt zijn, hè, omdat het allemaal te snel gaat, gewoon met de moderne motors ook. Maar bij die oldtimers gaat dat ook snel, maar dat is nog te doen. En als je niet komt kijken, kun je ook niet geïnteresseerd raken in de sport, ook niet. Hè. Dus daarom zou ik zeggen, voor wat meer interesse te krijgen in de sport, dat daarom de mensen moeten komen kijken. En het is gezellig, gezellige sfeer, heel mooie motto's. Motto's die je anders nooit nergens niet ziet en hier zitten dat eigenlijk gewoon nog rondrijden. Je moet een beetje houden van motorische wedstrijden, dat lawaai. Voor ons is dat muziek. Hè. Ja, een moeilijke vraag, maar voor ons, ja, als wij een week geen wedstrijd hebben, ja, dan vervelen wij ons.